Hallo, ik sta niet in thee. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Clash of Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag een beetje een voorbereiding maken op een hele goede verdediging, omdat ik eventjes, waarschijnlijk binnenkort, een port wil gaan aanvallen. Dus daarvoor hebben we nog wel heel wat artjes denk ik nodig, dus ja. Daarvoor moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Maar tot die tijd moet ik natuurlijk ook nog even van die ballistas en zo maken, want dat is natuurlijk ook even nodig. Voordat we alles gaan aanvallen en zo. Nou, anders krijgen we dat natuurlijk niet voor elkaar. Eens even kijken. Want ik ben aan de linkerkant volgens mij al begonnen met een toren. Ja, dat klopt zo te zien. En daar ben ik ondertussen al bijna mee klaar. Oké, die kwasten zijn een beetje gebukt. Maar dat maakt in principe helemaal niet zoveel uit. En dan moet ik zo dat ik natuurlijk nog even de ballista persoon zien te vinden. Als het er nog is. Volgens mij wel. Maar die staat waarschijnlijk precies achter die andere. En die heb ik eigenlijk niet nodig. Dus ik ga eens even kijken of ik toevallig nog een beetje coins kan verzamelen hier ondertussen. Want er zijn het ook nog van die speermannetjes. Oké, jij hebt nog wel coin gedropt. Kijk, ik weet niet of het met de rest dan ook zo is. Ja, die ballista die staat er nog. Nu heb ik de bakkerij, die heb ik niet nodig. Nu heb ik die andere, die heb ik ook niet nodig. En die heb ik de goede. Toppie. Eens even kijken of ik toevallig nog een beetje coins aan deze kant voor kan verdienen. Dat gaat natuurlijk ook weer betekenen dat we een aantal bulders moeten regelen voor die ballista's. Want die worden natuurlijk bemand door die bulders. Als ik er aan beide kanten eentje maak, dan heb ik er dus nog twee extra nodig. Dus ik weet niet of ik dan nu in problemen kom, omdat ik dan zodat ik te weinig coins heb. Maar daar ga ik er niet vanuit. Even zien, hebben jullie nog een beetje coins? Oh, jij hebt er wel één, dat is mooi. En jullie niet. Oké, die farmer die gaat alweer daar naartoe. Okay, jullie hebben mooi een beetje coins verdiend. En jullie ook nog. Ze blijven de drie artjes even deze nacht nog even in de toren zitten. We hebben de volgende ochtend hebben we dus een ballista. Dat is wel heel chill. Om natuurlijk te hebben. Ja, die doet gewoon zoveel damage. En dat heb je eigenlijk wel nodig. Tegen bijvoorbeeld die grote monsters en zo. En als ze dan van die vliegende monsters ook aankomen. Want die hebben wel wat meer damage nodig. Oh, en daar gaat het konijn. Hip. Daar gaat het andere konijn. Hip. Nou, dat was denk ik alles alweer. Dan wat ondertussen even mooie ballista. En dan kan ik aan de andere kant. Dan moet ik ook nog eventjes. Eventjes nog het bos weghaken. Wat naar dat kampje zit. Dat gaan we natuurlijk ook nog wel even nodig hebben. En ik moet natuurlijk ook nog even wat brood regelen. Want dan komen ze natuurlijk makkelijker hier. En dat heb ik liever. Als we nog heel wat van die dingen nodig gaan hebben. Dan is dat natuurlijk wel verstandig. Maar die game die glitcht wel een beetje. Is dat te merken? Oh, pak sommige coins nog. Ik denk niet dat het zo'n groot probleem is, maar. Want volgens mij had ik laatst ook nog een aantal builders hier naartoe gelaten om natuurlijk nog wat bomen te hakken. Of heb ik dat niet gedaan? Volgens mij ziet de kleine ruimte er nog wel even goed uit. Ja, zolang ze dat voor de nacht kunnen krijgen, dan is het in principe wel prima. Heel misschien.
Ja, het is nog maar meer dan op de dag, dus in principe zal het wel goed moeten komen. Ik neem nog voor de zekerheid even die twee bulders aan, omdat er natuurlijk nog even een aantal naar het bos toe gaan. Ik weet natuurlijk niet of ze dan gaan overleven, ik denk het namelijk niet. Maar dan komen we vanzelf achter. Ja, dan kunnen we zodat de rest van de mensen die nog gerecruit moeten worden, die kunnen we natuurlijk nog een archer geven of iets dergelijks. Oké, zoals we zien is de blister dus hier gemaakt, dat is heel mooi. Nu ga ik zelf alvast wel weer terug naar de rechterkant, want we moeten natuurlijk wel even wat meer boom gaan ommaken als we natuurlijk wat meer ballistas ook aan die kant willen gaan maken. Die gaan we uiteindelijk toch wel nodig hebben. Ja, zodra die aanval gelijk weer voorbij is van die greets, dan moet het even wel goed komen. Maar we hebben hier eigenlijk ook nog helemaal geen katapult. Dat maakt het in principe ook niet heel erg goed. Misschien moet ik maar even wel een aantal archers bij gaan recruiten. Zo. Oh, die bulders zijn in ieder geval nog wel op tijd terug. Natuurlijk kan ik ze hier ook natuurlijk nog even een beetje wegblazen. Oké, er is wel één bulder gesneuveld, maar dat maakt in principe niet heel wat uit. Oké. Kunnen deze bomen even weg? Krijgen we langzaam maar zeker wel wat meer ruimte, dat is wel fijn. Oké, nu hebben we hier al behoorlijk wat artjes staan. Misschien ook alvast deze muur even regelen, want dan kunnen we misschien nog hier een katapult bijbouwen. Want ja, zodra de avonden natuurlijk wat sterker worden, hebben we natuurlijk wel even een katapult nodig. En natuurlijk nog een ballista, maar die ballista die komt er pas aan. Oké. Hallo. Ja, maar ik weet ook niet precies of ik hier toch al ergens een muurtje kan maken. Of hier. Dan kunnen we namelijk nog even die steen gebruiken. Zodra we deze bomen gelijk even kunnen ommaken, dat zal ook wel heel wat fijn zijn. Dan kunnen we namelijk wat meer zien waar we precies een muurtje kunnen maken. Dus hier kan nog wel een boompje weg. Die andere die gaat vanzelf wel. Ik kan vanzelf wel even binnenkort. Of ja, ik moet natuurlijk wel een beetje aangeven. Nu dus. Dan ga ik ondertussen weer even terug. Even kijken hoe ze dat bij die muur al hebben gedaan. Of het toevallig al af is. Het is af. Maar er moeten natuurlijk nog wel belders bij. Misschien nog twee van die speermannetjes. Kunnen we ook wel goed gebruiken, denk ik. Nou, dan hebben we deze dag al heel goed verbeterd.
Oh, daar is nog. Oh, god. Ik heb geen hond, dus ik weet niet aan welke kant het bloed aankomt. Ik hoop dat de linkerkant, want dan ben ik wat meer verdedigd. Maar ik kan het ook niet precies zeggen of het aan de linkerkant is. Ik hoop het namelijk wel. Maar voor de zekerheid neem ik deze ballista persoon alvast even mee. Oké, ik denk dat het aan de rechterkant moet zijn. Oh, dat kan ik eigenlijk niet gebruiken aan die kant. Ja, moet haast wel, want hier gebeurt niks. Welke dag is het überhaupt? Het is dag 30. Oh, ik hoop maar dat het goed gaat aan de andere kant. Ik kan het bijna niet voorstellen, maar het is ook nog maar de 30ste dag. Ik verwacht niet dat er heel wat is. Nee. Blijkbaar niet. Ik heb nu eigenlijk nog steeds geen idee of er nou een link of de rechterkant kwam. Dit is wel een goed plaatje. Laten we het gewoon hier even regelen. En er zit eigenlijk ook nog precies een punt voor een muur ervoor. Dus in principe kunnen we dat wel heel goed gebruiken. Zo. Kijk, die bomen worden er nu ook mooi omgehakt. Dan blijft het kampje natuurlijk ook mooi staan. Dat is wel fijn. Kijk, hebben ze hier toevallig nog een beetje coins? Ja, jawel. Nou, bij de muur moeten ze nog wel heel wat hebben, denk ik. Oh ja, zeker. Zo, mijn hele pootje zit alweer vol. Dat is wel heel fijn. Dus ik hoop dat ik deze aflevering nog die ballista aan de andere kant kan gaan maken. Dat zal wel heel fijn zijn. Dan hebben we dat in ieder geval ook alvast gehad. We kunnen de volgende aflevering bijvoorbeeld muren gaan upgraden en alles. Maar ik wil ze allemaal een beetje naar ijzeren muren hebben, sowieso. Nou, deze stenen, dat heb ik al gezien en dat ging niet heel erg goed. Nou, jij blijft maar even op mijn rug. Of ja, op mijn rug. Op de mountain rug. Zijn of haar.
Oké, daar komen de beelden aan. Het is natuurlijk ook zo, als ik daar nog een muurtje extra bij ga bouwen, dan hoeven ze ook niet zo ver terug te trekken om weer een ander muurtje te hebben. Dus in principe is het wel een heel tactisch punt. Hopelijk kunnen we de ballista nog even gauw maken. Want ik denk dat ik nog wel genoeg coins heb. Oké. Zo. Dat ook gelijk alvast weer geüpgrade. Oké, nu heb ik ook wel genoeg coins om de muur gelijk een upgrade te geven. Maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. De volgende aflevering gaan we dus proberen om al onze muren naar ijzer te maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.